Los van diepe verhalen die ons verbinden, de tijd van hier verweven met een ver verleden. Los van verbanden met onze voorouders, de generaties die nog niet gewend waren aan de onstuimige energie van benzine en elektriciteit. We zijn ontworteld, los van de seizoenen, los van waar ons voedsel groeit en van de eetdieren die we in grote kooien ophokken. Los van wie onze kleding maakt, los van wat ons pensioengeld veroorzaakt. Los van wat aandeelhouders opslokken. Het is een tijd van onthechting, verbroken verbinding. We zwemmen in informatie, de berichten fragmenten, vol sensatie ontsporen onze hoop op inspiratie. Ons gevoel wordt gepakt, meegesleept in afleiding en verstrooiing. Ons contact wordt gehackt. En wat we vanavond voor 11 uur bestellen, drijft over 100 jaar nog ergens in de zee. Op onze reis in de tijd vergaten we waar we naar op weg zijn. We verloren onszelf in een tax-free zone aan de grens. De bakens van betekenis die ons leiden naar wat van waarde is, verdwenen uit ons terrein. Wat rest is een woestijn, waarin je zoekt naar waarde, maar het is allemaal reclame. Hoe leer je navigeren door dit luidruchtige landschap, waar de sirenen van de uitverkoop de boodschap van ons achterkleinkind overschreeuwen? Hoe horen we haar stem? Zien we hoe zij ons verbindt, dwars door lagen van de tijd? Zien we hoe zij relaties tussen generaties weven kan en alleen in gezondheid leven kan als wij zorgen voor lucht en water, als wij zorgen voor de bodem en het land, als we de afstand overbruggen tussen nu en later? Verder kijkend in de toekomst zien we dan alleen maar mist die onze idealen uit zal vagen en waarin onze daden verdwalen in een warboel van signalen? Of gaat er iets dagen? Kan er iets komen als we naar onze dromen durven te vragen?